In het weekend, of laat zeggen vanaf vrijdag tot zaterdag, hebben de personeelsleden die zijn aangesloten bij de bond van het Slaans Hospitaal, hebben een motivatieweekend georganiseerd. One family weekend, om het zo mooier te zeggen. En we waren daar op de locatie, het is OAS, dichtbij Powaka. Dan de personeelsleden bekiezen ruimte om te gaan genieten. In de eerste plaats was het genieten, tweede plaats had het ook te maken met teambuilding. En aan de andere kant ook nog om saamhorigheid en eenheid te bevorderen. We hebben gesproken met enkele van de medewerkers van het Slaans Hospitaal en met de voorzitter van de bond, Imro Edam. U praat over rust. Er is wel een rust. Maar tegelijkertijd moet ik u ook zeggen, ons doel is voor de totale eenheid binnen het Slaans Hospitaal. Alleen wanneer je eenheid hebt, kan je de rust garanderen. Want hier en daar heb je die ene groep die wel voor rust zorgt. En een heel kleine groep die zorgt voor onrust. Maar tot nu toe kan ik u wel aangeven, zeker langer dan een jaar, kunnen we praten van een rust daar in het Slaans Hospitaal. Ja. De dag is begonnen. Het is niet vandaag begonnen. Maar er is voorafgaand een hele periode uitgetrokken om deze dag te initiëren. Vertel over de voorbereiding. Nou, om eerlijk te zijn, het was echt enerverend tot nu toe. Want we hebben nu een sterkte van zeker plus minus 400 zoveel man. Het is een lange dag geweest. Vanaf gisteren zijn we bezig. Maar los van gisteren, om de voorbereidingen hier te doen, is zeker een week tot twee weken geleden zijn we bezig geweest qua logistiek om zaken in orde te maken. En vaak hebben we een team, maar de meeste mensen van mijn organisatie zijn actieve medewerkers, waardoor je ze niet altijd beschikbaar kan stellen. Dan weet u hoe moeilijk het kan hebben, want per slot van rekening ben ik wel beschikbaar en dan moet ik hier en daar alles en waar nodig heb ik wel hulp van de overige bestuursleden. Maar tot nu toe is het wel aardig gelukt. Het is niet makkelijk, maar het is tot nu toe echt aardig gelukt. Dus we kijken uit naar morgen. Hebben we nog een laatste groep die plus minus zeker 300 tot 350 man telt. De voorbereiding, ik zag u nog een van de dagen bellen met verschillende actoren die dit geheel compleet moesten maken. Wat heeft u erin gestopt? Veel energie. Maar ik kan u wel aangeven, ten aanzien van de busorganisatie, daar hebben de mannen zich wel gehouden aan de afspraken. Want we hebben vandaag en morgen een familiedag georganiseerd voor de mensen. Het is niet een zomaar familiedag. Het is niet dat we de mensen echt uit willen brengen, maar we willen de mensen meenemen om bepaalde zaken bij te brengen. Namelijk 1, tijddiscipline, over het algemeen de wereld bekend tijd. Suriname die kent Surinaamse tijd en gelooft u mij, persoonlijk heb ik wel een hekel eraan. En het is vandaag wel aardig gelukt. Ieder was op tijd, 7 uur. We waren zo 8:30 hier, voor 8:30 waren we hier. Dat wil zeggen het kan, maar over het algemeen, de meeste van ons, de leden van het Slaans Hospitaal weten, deze voorzitter die kan wel streng overkomen. En ze hebben wel rekening daarmee gehouden. Maar ik heb een voorgesprek met de mensen gehouden en ze hebben het beaamd van ja, het kan. En ze hebben ook bevestigd dat ze dat mee gaan nemen. Het vervolg, want over het algemeen, jouw werk die begint om 7 uur. Dus het moet simpel zijn om 7 uur in een bus te stappen. Kan dat niet? Dat wil zeggen, is het teken dat je zo'n medewerker niet in staat is om op tijd haar of zijn werkplek te bezoeken. We proberen de mensen bij te brengen. 1, tijddiscipline. 2, ook overbrengen van nieuws.
En dat was hij wel ook getuige. Over het algemeen hoor je mensen zeggen, miere. En vaak, hier was maar dat miere. Van 90% tot 99% aan het troe. Inschrijf no sabi, maar eten kent dat godoro. En we proberen de mensen bewust te maken in de vorm van rollenspel. Om aan te geven, zeg van, vooral wanneer het gaat over de vakbond. Wanneer de vakbond bijvoorbeeld een vergadering uitschrijft. Stuur niet jouw collega. Kom persoonlijk, dat hoor je. Want vaak is het overbrengen van nieuws veranderd helemaal in een ander ding. Dus dat proberen we de mensen bij te brengen. En het andere ding is gewoon saamhorigheid. Om samen, want per slot van rekening zijn we in het Slaans Hospitaal met verschillende disciplines. Maar wij dragen het geheel. Dus daarom hebben we vandaag gekozen en morgen om de mensen met hun familieleden bijeen te brengen. Zodat ze bijeen kunnen komen en tegelijkertijd ook bepaalde begrippen kunnen bijbrengen. Ik zie dat er samen wordt gekookt, samen wordt gewerkt, kinderen. Niemand die heeft dit na mipchien, dat na eemchien. Iedereen die doet gewoon samen alles. Ook een van de doelen van deze dag. Maar er wordt ook gesproken over meer van deze dag. Hoe kijkt de vakbond naar het verzoek? Sowieso weten we dat men zal vragen. En voor de andere mensen die ook vandaag en morgen ook niet aanwezig. Ik ben ervan overtuigd volgend jaar. Gaan ze sowieso erbij willen zijn. Want de mensen die hier zijn, gaan dat bevestigen aan de overige collega dat het leuk was. En ik denk dat het wel in de vervolg. En het moet kunnen, omdat over het algemeen heb je niet de vakbond die zo'n dag organiseert. Vaak is het de organisatie, je werkgever die dat organiseert en de vakbond die bij betrekt. Maar in dit geval is het gewoon puur de vakbond die heeft het georganiseerd. Alleen voor de leden. Dus wat wij doen, we gaan wel checken. Na dit gaan we het evalueren en kijken of we dat gaan voorzetten. Maar mijn gevoel die zegt mij dat we het jaarlijks gaan proberen te doen. Kijk, Family Day heeft dat doel. Ten eerste saamhorigheid. Het is ook een manier om je mensen te bedanken eigenlijk voor wat ze een heel jaar hebben gegeven. Want de mensen laten hun gezinnen niet in de steek, maar ze verlaten hun gezinnen voor zeker 8 uren per dag. Toch? Er zijn offers die gebracht worden. En het is een manier om to give back aan je medewerkers. En ook om ze naar elkaar toe te laten groeien. Toch? Want ik heb het ook gemerkt, weet je, mensen herkennen je niet, want ze zien je niet in dat strak grijs pakje. Maar je leert de mensen vanuit een andere kant. Een meer menselijke kant. Leer je ze te zien eigenlijk, naar ze te kijken. En dat maakt soms ook dat wanneer je terug bent op de werkvloer, dat je ook rekening houdt met andere zaken. Weet je, het is niet die strakke meneer of mevrouw, maar je weet van weet je, zo zit de persoon in elkaar. De persoon kan anders zijn. En dat maakt het toch wel prettig. Het is een aanrader. Als we kijken naar dingen die nog gedaan zouden moeten worden voor personeelsleden bij het Slaans Hospitaal, wat zijn de dingen waarvan u zegt deze dingen zijn of moeten worden aangepakt? Vaker met dus teambuilding natuurlijk, met collega's onderling, vergaderen wat er gedaan kan worden en te verbeteren, maar onder collega's gewoon. En de samenbundeling. Bedoelt u dit soort momenten zoals deze? Ja, dit soort momenten. Behalve dat je zegt van met je gezin, maar onder collega's gewoon hoe degene denkt, waar je rekening moet houden. En dat je zegt van oké, mijn collega houdt niet hiervan, dan ga je gewoon rekening houden met je collega. Schoon, lekker uit eten, samen uit eten en over van alles en nog wat praten. Inderdaad, een family die zegt het al, is een dag om met de familie samen lekker chill te kunnen socializen met andere collega's. Dat zegt de dag al. En natuurlijk wanneer je als organisatie en als vertegenwoordiging van het personeel je leden dit kan aanbieden, dan is het echt thumbs up natuurlijk. Hè?
Maar je begrijpt, de organisatie bestaat zowel uit leden als niet-leden van de vakbond. Dus ik heb de directie ook wel meegegeven van laten we naar dit stukje kijken. Waarbij ieder zich lekker voelt in de organisatie en de gelegenheid krijgt om te mogen participeren. Dus ik hoop dat wij als organisatie totaal naar de volgende editie toe kunnen kijken voor hoe we kunnen coveren dat een zo groot mogelijk deel van het personeel zou kunnen participeren. Maar je kan het niet onder stoelen of banken wegsteken. Een pluspunt, zeker voor de vakbondsorganisatie BPLH, dat ze het hebben kunnen organiseren om het personeel na 2 jaren uiteindelijk weer dit te geven. En je ziet het aan de participatie. Het personeel keek er echt wel naar uit. En als werknemer om met je gezin zo'n leuke dag uit te mogen meemaken. Ai, Edwin, echt. Na stressvolle werkdagen heb je ontspanning nodig 1 keer per jaar. En ik vind het leuk. Tore Gio, la fella fu, asong e pritus kinto. E pritus kinto, en ik ben helemaal net. En nu ga ik in het water. Je werkt het heel jaar door zo hard. Je werkt hard, echt. Bij ons op de afdeling is het keihard werken. 1x24 uur opnames, ongeacht de tijd. Dus 1 keer in het jaar hebben we dit. Dus dan maken we gebruik van, we komen hier lekkertjes relaxen. De een wil in het water, de ander weer niet. Ik kies ervoor om liever in de hangmat te zitten. Ik ben mijn brasa des refi. Ik ben lop des refi. En ik ben ook den echte den pot des refi. Voor ouro kosa den kies, voor duen echt naar behoren. Dat na agron prakserie voor abon. Want we hebben opvoedende taak toe gomit desma. Voor de kan doen, ouro ko na let vast. De straat.